En leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vandaag ga ik de 25 levensvragen tag doen. En laten we gewoon beginnen met de tag. Oké, nou de 25 levensvragen tag. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar het leek me wel leuk. Dus het zijn ook 25 levensvragen. En laten we maar beginnen met de eerste. Hoe ziet je lockscreen eruit? Dit is mijn lockscreen. Het is een foto van Esther en ik. Een vriendinnetje van mij. En... ja, het is gewoon een foto. Oké, nou de tweede vraag die sla ik over. Want de vraag gaat over wat je gaat bestellen als je de kroeg in loopt. Maar die sla ik dan over. Welk woord gebruik je eigenlijk te vaak? Oh, trouwens, er hangen nog slingers van mijn broer zijn verjaardag. Dus dat had opgemerkt. Maar een woord wat ik wel vaak gebruik is, zeg maar, als je dan op WhatsApp... dan vind je iets grappig, dan zeg ik niet zo vaak haha, maar dan zeg ik meer wahaha. Meer wahaha. Wahaha. Ja, vraag me niet waarom. Wat is je favoriete film? Ik vind The Parent Trap heel erg leuk. Hij is al van 1990 of zo, ik heb geen idee. Dus het is een hele leuke film. Hij staat ook op Netflix, dus dan kan je hem ook kijken. Wat is je guilty pleasure? Op het gebied van de televisie. Ik heb eigenlijk geen idee. Daar ging mijn mobiel. En nu kan ik het niet pakken. Sad. Wat is het laatste liedje dat je hebt geluisterd? Dat is Touch It van Ariana Grande. Nou, wie was je laatste appje? Valt net mijn mobiel? Heb ik hem nodig? Ja, lekker dan. Maar ik denk... ik weet het al. Het is Maurice. Wat was je eerste e-mailadres? Nou, meestal is het zo dat je heel vaak... Als je eerste e-mailadres is dan een heel foute e-mailadres. Dat is bijvoorbeeld paardenlover123. Maar ik had eigenlijk best wel een normale. Maar ja, ik zeg het niet. Omdat mijn achternaam zeg maar in staat. Waar kun je enorm aan ergeren? Oké, nou, waar ik me enorm aan kan ergeren is, dit is geen haat naar alle kindjes, maar meestal is het zo van kindjes van 6 tot ongeveer 12 of zo, of 11. Die zeg maar, omdat ik, ja, ik weet het, het is op zich best wel raar als je iemand ziet die anderhalf been heeft, dan gaan ze heel erg kijken naar je en... het is zo irritant en dan gaan ze zo erg naar je staren en dat is heel erg moeilijk voor mij om dat zeg maar gewoon elke keer vol te houden om niet helemaal heel erg boos te worden. Eerst durfde ik het niet te zeggen van wil je er niet zo naar kijken, maar nu doe ik dat wel. Ja, het is heel erg vervelend. Ik snap het, maar... misschien één keer kijken is genoeg. Wat is je meest awkward moment ooit? Dat weet ik dus echt nooit. Ik kan daar nooit op komen of zo. Ik heb heel veel awkward momenten meegemaakt, maar ik onthoud het gewoon niet. De volgende keer als dat zo is, ga ik het in mijn notities schrijven ook. Wat is je favoriete dag van het jaar? Ik denk mijn verjaardag of kerst of zo. Of 11 november... en 16 december, want op 11 november 2016 was ik klaar met al mijn kuren en 16 december 2016 hoorde ik dat ik schoon was. Dus wat is je favoriete emoji? Nou, degene die ik heel erg vaak gebruik is die met van die traantjes, weet je wel, die lach emoji met die traantjes. Iedereen kent die. En mijn favoriete emoji is denk ik een hartje of zo. Katten of honden? Honden. For sure. Utrecht of Amsterdam? Ik ben nog nooit in Utrecht geweest, maar ik denk Amsterdam. Koffie of thee? Thee, denk ik. Maar ik hou wel erg veel van Starbucks. Frappuccino's. Er zit niet heel veel koffie in, dus ik denk thee. Serie of een film? Ik denk een film, want meestal kan ik series gewoon niet helemaal uitkijken. Want soms heb je echt op Netflix van die series en heb je echt 7 seizoenen van en dan denk je... eerst van, dan ga ik echt allemaal uitkijken en dan denk ik, na 1 seizoen ben ik er al klaar mee. Engeland of Amerika? Amerika. I
Love it. Ik wil er zo graag naartoe. En dan vooral New York. En ik wil later, denk ik, echt zo'n roadtrip daar maken. Dus dan ga je gewoon vlees of vis? Vlees. Oké, ik sla weer 2 vragen over. Want dat is niet van mijn tijd. En Sesamstraat of Villa Achterwerk? Ik weet niet wat Villa Achterwerk is. De Sesamstraat. Bert of Ernie? Ernie. Buurman of buurman? Buurman of buurman? Buurman. Laatste vraag. Belangrijkste levensles die je afgelopen jaar hebt geleerd. Dat is sowieso dat je niet bang hoeft te zijn om jouw mening te zeggen en te laten horen aan anderen. Dat was dan de 25 levensvragen tag. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden en te delen met je vrienden, familie of kennissen die het wel leuk zouden vinden om mijn hoofd te zien op YouTube. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. En laat zeker een reactie achter. Hè? En dan zie ik je weer bij een nieuwe video. Doei!